Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax. En we gaan naar huis toe. Het is de laatste dag. Zei ik gisteren ook al in de vlog. Toen hadden we nog even een roomtour. Ik zit even te kijken waar Ramon is. Ramon die moest weer afval wegbrengen. Maar we gaan alweer naar huis toe. Het is alweer voorbij met de vakantie. Het zijn leuke dagen geweest. 3 dagen. Het was wel hartstikke leuk. Maar aan alles komt een einde. Zo ook aan deze vakantie. Oh, dan komt hij weer van de andere kant. Hè. En daar heb je hem, Monsieur Ramon. Daar ga je hem toevallig. Daar ga je hem toevallig. Nou, we weer naar huis vandaag, jongen. Ja, het is alweer helemaal weer voorbij voor vandaag. Hè? Het zit er weer op. Ja, en dan doen we snel helemaal, gegaan. En dan doen we helemaal niks aan, helaas. Hè, ja, hè. Kunnen we zo nog een paar dagen blijven? Ik zou het wel naar mijn zin, hoor. Ik zou het nog niet zeggen vinden om nog lang te blijven. Maar ja, aan de andere kant, het is gewoon, we kunnen daar sowieso niks aan doen. Het zit er weer op, helaas. Dus, het is weer voorbij, jongens. Dus we gaan weer terug het huis hier even in. En dan gaan we weer inpakken. En dan gaan we weer terug naar Spijkenisse. Het zit er weer op. Ja. Hier nog een keertje het huisje. 62. Ja. Dat was ons huisje. En we gaan inpakken. En we gaan wegwezen. Ja. Zo, we gaan naar de auto toe, Ramon. Dat is super. We gaan weer richting de auto. We gaan de auto even ophalen. Dan kunnen we inpakken en wegwezen. Nou, volgende keer, als je de Zitterparks gaat. Ja, je moet je auto dus op de parkeerplaats zetten. Yep. Maar er wordt gewoon helemaal niks mee, geen rekening mee gehouden. Nee. Mensen laten gewoon de auto staan. We schijt dan de regels. Maar je moet eigenlijk, als je je auto uitgepakt hebt, moet je hem op de parkeerplaats zetten. Yep. En dan later, als je weer naar huis gaat, de auto ophalen en dan weer bij het huisje en dan naar huis toe. Ja. Maar er wordt gewoon geen rekening mee gehouden. En dat is een goed. Dat is al een. Niet alleen hier bij de Kempenvennen, maar dus bij meerdere parken is dat al een probleem. Ja. Dat ze gewoon geen rekening houden met. Dat ze er gewoon scheid aan hebben. Ze hebben gewoon lak aan de regels. Het interesseert ze gewoon niet. En dat is ze gaan gewoon. Zet je auto meneer, dus volgende keer. Nou, dan heb ik volgende keer ook maar eens een keer gewoon de auto laten staan. Nee. Ja, ze hebben toch geen rekening mee gehouden. Ja. Wij houden ons netjes aan de regels. Ja, en een ander die. Die lappen het als laars. Ja. Dus nou, we zijn inmiddels. Zijn we al richting. Het parkeerplaats aan het lopen. We moeten langs de receptie lopen. Ja. En dan gaan we kijken, daar zijn ze aan het papier prikken. Ja. Moeten we even niet aan denken aan werk? Nee, nog even niet. Als je ziet lopen met een papier zoek, dan denk je, heb je een idee van nou? Nee, vind ik nou helemaal niks. Nee, eigenlijk kan ik het nog niet echt aanzien nog eigenlijk. Kijk, hier heb je de Mr. Tcholhoff hier ook. Oh ja, Mr. Tcholhoff, ja. De Mr. Tcholhoff baan. Dat is mooi, hè. Dat is niet verkeerd halen. En dan gaan we hier richting de receptie dadelijk. Daar krijgen we eerst nog sportdinges. Sportbar of zo heet dat. Sportcafé. Oh, ja. Voor mij is het sportcafé, is het volgens mij. Ja, en daarna gaan we naar. Komen we langs de receptie. En dan moeten we nog even een stukje lopen. Nog even. Ja. Dus. Tot zo. Zo jongens, daar zijn we alweer. En dan gaan we onderweg weer. We hebben de auto gepakt. En we gaan weer onderweg naar het huisje. Ja, even het weer, huisje. Even weer spullen erin te laaien. En dan gaan we naar huis. Dat dan weer wel. Zit het erop? Dat zeker. Het is voorbij. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Dat dan weer wel. Mooie weekend. Ja, dat kan ik weer op zo'n goede kant liggen.
Nee, precies. We hebben hier zo rustig meer zitten. Nou, daar heb je dat meer. Moet je even wachten. Oh ja, moet even wachten. Zo langs het meer. Kijk, daar heb je dat meer, hè. Kijk jongens, hier zo hebben we ergens een groep meer, hè. Kijk, daar heb je dat meer. En dat van, en weet je hoe dat meer heet? Dat heet ze, ik kan niet meer. Ik kan niet meer, Ramon. Ik kan niet meer, Ramon. Ik kan niet meer. Ja, en niet meer kunnen wat hij doet. Kan wat hij kan. Dat is niet niks. Een heuveltje erbij, zo. Een kleine heuveltje. We moeten zonder 3-2 hebben, hè? Ja, zoiets. Ja, zonder 2 moeten wij hebben, zonder 2. Dat het een beetje te doen is, ha. Dat is die gek, hè? Maar toch goed, ha. Dat is beter zo, ha. Even kijken, zonder 2, ja. Eens even kijken, ha. Moeten we deze gewonnen hebben. En vinden dat we hierheen. Ja, dat is mooi, ha. Zonder 2 rechtdoor. Ja, dat is ook mooi, ha. Oh, kom maar. Dat is niet verkeerd, ha. Zonder 2. En olé, olé, olé. En zonder dat wij het gaan is... naar zonder 2. Ja, precies, hè. Dat is zonder 2, ja. Olé, olé, olé. We gaan naar zonder 2. We gaan naar zonder 2. En zonder dat het is... Ja, ik vind het wel zonder jou. Dat de vakantie voorbij is. Zonder jou. Ja, dat is inderdaad zonder jou. Wil je ook helemaal zonder vinden dat ik morgen weer moet gaan werken? Ja, ook zonder jou. Dat vind ik helemaal zonde. Het liefst willen we nog langer vakantie, hè? Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn. Ja. Gewoon vanaf nu. We moeten deze kant op, hè? Als goed is, moeten we hierheen. Als het goed is. Als we het goed hebben, moeten we hierheen, zonder 2. Even kijken. Zou het kunnen? Even checken. Voor de goede zaak. Even kijken. Ja, we zitten in 2. Ja. Dan hebben we het goed. Dan is het helemaal super. Als we hebben we hier zo. Dat is niet niks. Ook alweer super. Nou, eens even kijken. Oh. Nou, dan zitten we weer een fietsje rechtdoor. En dan hebben we weer een fietsje voor ons. Nou, dat kan ook. Dan hebben we weer een fietsje voor ons. Aan de andere kant. Kunnen we de buren zo. Zo, voetje, voetje. Kant, ja. Dat is niet gek. Ik denk als we nou als voorbeeld nou vakantie zouden hebben tot aan de december toe, nou dat zou niet verkeerd zijn. Zo, nou, dat zou wel lekker zijn. Zo, lekker lang op vakantie nou. Nog een bruggetje over. Oh ja, precies, dat bruggetje. Eeuw, dat is niet niks aan. Nee, ja. Ja, want hier heb je die busje weer. Oh ja, van Allee zeggen. Van Allee, ja, Tatjana. Ja, Tatjana, Allee zeggen. Wat doet hij hier nu? Dat is ook al niet gek, maar wel. Shit. Oh, ja. Dus het hebben ze momenten. Shit, het moment. Het staat alweer helemaal vol, hè? Ja, dat is. Hier moeten we hem neerzetten dadelijk. Oh ja. Hier links. Oh ja, moeten we naar dat. Het staat weer helemaal. Ja hoor, het staat helemaal vol. Oeps, daar, oké. Okay. Sorry jongens, dat was een piepje. En dat was even een piepje. Piep. Nou, ik zal wel. Ik zit ook gewoon hier intussen. Nou jongens, ik zal hem wel weer even tot zover. Doei, Pam! Zo, Ramon, dat zit er weer op. Ja, dat zie ik. De auto is helemaal ingepakt. En we gaan naar huis, Ramon. Ja, het zit er weer op. Nu is het echt helemaal volledig erop. Ja, we gaan door de auto stappen. Ja, en dan mogen we weer onderweg. Gaan we weer onderweg naar Spijkenisse. Gaan we even onderweg even stoppen, bakken koffie drinken, boterhammetje eten. Ja, en dan... Vooral even onderweg nog wel even een keertje stoppen, maar... Ja, precies. Ja, er stond net al een grootmaakster al. Die stond wel helemaal in de starthouding. Maar ja, we waren nog niet klaar. Ja, nee, dus, ja dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Het is even maar net hoe het loopt. Dus ja, zo zit het. Zo, houd het even je mel dicht. Mooi. Ja, dat is even tegen. Mooi ook zo. Ja, doei! Ja, doei. Zo, nou en ik ben inmiddels ook weer thuis. Ik kan alleen maar zeggen, dit was mijn vakantie en Ramon's vakantie. Een weekendje weg naar Kempenvennen. Ik zal ook een review maken, die kunnen jullie morgen zien. De review heb ik vorige keer ook gedaan toen ik naar Marveld geweest was. En het leek me wel leuk om nou ook nog even een reviewtje te doen. En die kunnen jullie morgen zien. Maar in ieder geval, dit was al het beeldmateriaal wat ik genomen heb op de Kempenvennen. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ik hoop dat jullie het een beetje mee gevierd hebben, want ik heb jullie geprobeerd overal mee naartoe te nemen. Ik heb jullie het zwembad laten zien, de omgeving laten zien. Bowlen hebben we gedaan. En ik heb een beetje zo het gevoel van, nou ja,
dat jullie erbij geweest zijn. Jullie hebben in ieder geval ook een heel stuk van de vakantie mee kunnen genieten. En ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben dat ik dit allemaal gevlogd heb. Het zijn aardig wat vlogs geworden, meer dan, de dagen. Ik heb nog een paar keer twee vlogs gemaakt in één dag. Maar dit was in ieder geval al het beeldmateriaal wat ik gedaan heb. Binnenkort dus over twee weken de tripje naar België. Ja, jullie weten het, België. Ik had het al in de vlog voordat ik wegging, had ik al aan me versproken. Dus ja, die kunnen jullie binnenkort zien. Waar ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar ja, ik zou zeggen, gewoon blijven kijken en gewoon dat belletje indrukken. Dan blijf je op de hoogte als er weer een nieuwe video of livestream is. Hè. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk. En doe even een duimpje omhoog voor alle leuke video's die ik gemaakt heb. Nou, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ik heb het in ieder geval heel erg genoten. En ik hoop dat ik jullie een beetje mee heb kunnen nemen in dit weekendje weg. Dat ik jullie toch een beetje bij me had. Bedankt allemaal voor het kijken. De groetjes van deze kant. En ik spreek jullie morgen allemaal weer. Dan komt de review van een beetje de beoordeling van de campervan. Iedereen de groetjes. En ik zou zeggen tot morgen, tot de volgende vlog. Bye.